in de tweede klasse J van het zaterdagvoetbal ontvangt. Klasineveen in het oranje. Pelikanes uit Groningen. Oostwold komen ze vandaan. En de eerste kans van de wedstrijd is voor Pelikanes. Goede redding van doelman Joep Verhaar. En de gasten zijn sterker in de beginfase met een aantal oude bekenden. En dit is Freddy de Groot. Goede poging en wederom een goede redding van Verhaar. Een aantal oude bekenden bij PDKNS. Bijvoorbeeld Anton Jongsma. Ik ken hem nog van WK. Die loopt hij met nummer 10. Maar dit is Bloemberg. Patrick Bloemberg. Het eerste kansje van Klasineveen. Het wordt een heerlijke wedstrijd. Het golft op en neer. Prachtige aanname van de Groot. Prachtig hakje. Schitterende aanval. Jongsma legt de bal breed. En ja, die mag er wel in. Oi, oi, oi. Wat een kans. Martijn Drent. En dus blijft het 0 tegen 0. En dan weer Klasineveen. Weer een goede poging van Bloemberg. En ook een goede redding van de doelman. Jonathan Hensens. Het blijft dus 0 tegen 0. Slecht uitverdedigen. Oksaai. Goede poging. En hier heeft hij pech. De grootste kansen in die beginfase waren voor de gasten. Maar dit is na een minuut of 34. Het is uiteindelijk Bloemberg die doorgaat. En dan maakt Hensens een overtreding. Duidelijk. En ook nog eens geel. Strafschop voor Klasineveen. En dat is geen enkel probleem voor Jorin Habbing. Klasineveen leidt. Klein beetje tegen de verhouding in. Maar het staat er wel. 1 tegen 0. En vlak voor rust nog een aardige poging van iemand anders die we in Drenthe nog wel kennen. Het was Danny Olband. En uiteindelijk staat Drenthe buitenspel. Ruststand 1 tegen 0. Tweede helft. Weer de Groot. Eerste mogelijkheid op het dak van het doel. Maar Pelikanes komt dichter en dichterbij. Die gelijkmaker. Maar Klasineveen voetbalt uitstekend mee. Goeie actie. Aardige poging. En het schot was van Rob Grote. Middels zitten we in de 60ste minuut van de wedstrijd. Hoksaai. Uitstekende actie. Goed teruggelegd. En daar staat hij. Freddy de Groot. In Groningen ook wel bekend als Freddy Frikandel. En geef hem niet van dit soort kansjes. 1 tegen 1. Het blijft een heerlijke wedstrijd. Het golft op en neer. Nu is het weer de beurt voor Klasineveen. Ivan Lambes. Uitstekende redding van Hensens. Langzaam wordt het donker. Ook in Klasineveen. En ook mistig. Misschien dat daarom deze bal wordt gemist. Drent. Hij kan er niet van profiteren in tweede instantie. Maakt hij hier de overtreding. Het blijft 1 tegen 1. Jongsma. Niet heel erg opvallend. Dit doet hij prima. Ja, gaat hier naar de grond. En dan klinkt het fluitje van scheidsrechter Wiersma. Is dit een strafschop? Nog eens kijken. Wordt licht geraakt, maar gaat gretig naar de grond. Makkelijk gegeven. Holband met 1 tegen 2. Nee! Prima redding. Joep Verhaar. En dus blijft het 1 tegen 1. Dan weer Klasineveen. En laat eens gaan schieten. Danny Jaspers. Wordt onderweg nog aangeraakt. Het overstapje is prima. En Hensens is kansloos. Klasineveen leidt weer. 2 tegen 1. En we hebben dan nog 10 minuten te spelen. En lijkt de overwinning binnen. Maar natuurlijk geeft Pelikanes niet op. 1 puntje verschil op de ranglijst. In het voordeel van Klasineveen. Drent. Schiet. En ja, had Verhaar die bal moeten pakken. Uitstekende wedstrijd gekiept. Ja, hij kan er net niet bij. 2 tegen 2. En dan hebben we nog 6 minuten te spelen. En beide ploegen gaan vol voor de aanval. Laatste kans in de wedstrijd. Freddy de Groot, maakt hij het af? Hij doet het niet. De wedstrijd eindigt in 2 tegen 2. Heerlijke wedstrijd. Daar kun je daar als trainer dan ook van genieten. Nou ja, als voetballiefhebber wel natuurlijk. Maar ja, als je 2 voorkomt, dan wil je natuurlijk die over de streep trekken. Iets wat ons eigenlijk het hele seizoen nog gelukt is. Alleen ja, vandaag een keer niet. En dat, ja, dan is het jammer. In koploper Groningen wint bij DZOA. Ze blijven aan de leiding. Noorse Schut verliest nu op 4 punten achterstand. En DZOA, Groen-Geel en Klasineveen hebben 22 punten uit 13 wedstrijden.